Welkom bij deze tutorial waar we de gelnagels gaan bijwerken met een fibergel. Nou, de fibergel is een van de builder gels die we hebben in het assortiment. En het voordeel van de fibergel is dat die kleine fiberdeeltjes bevat en die gel loopt daardoor minder snel uit. We gaan eerst de oude gelnagel gedeeltelijk verwijderen, zodat we het oude product dun maken en uiteindelijk weer opnieuw opzetten, zodat ook de nagel weer klopt. Nu is namelijk de bolling uitgegroeid tot een klein stukje verder dan waar die hoort. En misschien wel een klein beetje lifting als ze dat heeft, wat we moeten verwijderen dan. En natuurlijk weer een nieuw kleurtje erop. Weet je wat ik ga gebruiken is de Typhoon Medium. De Typhoon Medium is geschikt voor gel polish en gel. Voor acryl heb je eventueel degene met het groene bandje. Die is nog een stukje grover, waardoor je de acryl gemakkelijk kunt verwijderen. Ik zet de frees ongeveer op 20.000 toeren. En verwijder hiermee het oude product. Na het verwijderen van het oude product duw ik de nagelriem naar achter. In de afgelopen 4 weken is deze natuurlijk wat meegegroeid. Dus die moeten we weer losmaken. Zodat we uiteindelijk de vellen mooi kunnen weghalen. En het product weer helemaal naar achter kunnen zetten. Het bitje wat ik nu gebruik is de lange vlambit. Met deze bit haal ik de dode huidcellen van de nagelplaat. Zodat ze zo meteen een mooie nagel heeft zonder lifting. Zoals je ziet had ze bij deze oude set ook helemaal geen lifting. Dit komt puur door de goede voorbehandeling. En hiermee zorg ik ervoor dat de klant echt wekenlang een mooie nagel heeft zonder lifting of lucht. Nou, zoals je ziet maakt hem dat al een stuk netter. Dan ga ik de nagelriemen nog even netjes maken. Ik gebruik daarvoor Russian Manicure Bit nummer 7 en hierna nummer 8. En ik zet de frees ongeveer op 15.000 toeren. Dan is de nagelriem helemaal mooi voorbereid. De nagel gaan we in model veilen tot de gewenste lengte en vorm. Ook zorgen we ervoor dat de lower arch weer mooi recht loopt. Eigenlijk iedereen heeft altijd wel een iets naar beneden groeiende nagel. Dus als je die niet bijwerkt, dan gaat uiteindelijk die nagel helemaal naar beneden staan. En verwijderen voorzichtig de glans, zodat zometeen het product goed hecht. Na het veilen verwijder ik het stof met de stofborstel. Nu is de nagel helemaal klaar om opnieuw product te plaatsen. Zoals je ziet heb je gewoon een platte nagel, maar wel een prima verlenging. Dus deze bijwerking kost in de salon ook gewoon heel erg weinig tijd en weinig product. Komt omdat het zo goed hecht, dus je hoeft niet helemaal opnieuw een nieuwe nagel te bouwen. Je moet alleen het achterste stukje bijzetten en opnieuw de bolling creëren. Uiteraard trekken we hem wel helemaal tot het einde door, maar hier hoef je niet opnieuw helemaal de dikte op te bouwen.
Vooraf maak ik de nagelplaat schoon met de Magic Prep. Deze zorgt ervoor dat het product goed hecht en dat je geen lifting krijgt. De rubberbase gebruik ik als basecoat. Je kunt natuurlijk er ook voor kiezen om na het schoonmaken met de prep de Ultrabond te gebruiken. En de Superbond Base Gel. Dat is een gewone primer en een gewone basecoat. Maar de rubber is eigenlijk een primer en een basecoat in één. Dus dan heb je geen primer meer nodig onder de rubber. Ik kies voor de clear, maar je kunt natuurlijk ook de pink of de peach gebruiken. Deze hard ik uit in de lamp, 30 seconden in de ledlamp of 2 minuutjes in de UV-lamp. Na het uitharden van de rubberbase dan is de nagel meteen klaar om het product op te zetten. Ik heb gekozen voor de Fiber Gel in de coverkleur. Het voordeel is dat, net zoals wat je hier ziet, de nagel niet zo doorschijnend is, de verlenging, maar dat hij gelijk mooi dekkend is. Dus als je daarna dan een gel polish aanbrengt, is de kleur gelijk mooi dekkend en egaal. Ik pak uit de pot wat gel. Deze plaats ik op de plek van de bolling. En vanuit daar ga ik hem modelleren en verplaatsen tot waar ik hem wil hebben. Nou, ik gebruik draaiende bewegingen. Ik duw hem naar de nagelriem, maar net niet er tegenaan, want we willen absoluut niet dat hij uitloopt. Nou, door de fibergel, dus in de fibergel, loopt hij eigenlijk vrijwel niet uit. Maar zodra je tegen de nagelriemen aanwerkt, dan heb je natuurlijk wel dat hij uit gaat lopen. We proberen hem al zo egaal als mogelijk aan te brengen, want dan hoeven we zo meteen eigenlijk bijna niet meer te veilen. Als je tevreden bent, dan harden we hem uit in de lamp. Ik heb de Fiber Gel 30 seconden uitgehard in de lamp. Dat is voldoende bij een bijwerking. Werk je nou op een hele lange nagel, dus automatisch ook dikker, of zet je een nieuwe set, dan raad ik altijd aan een minuut uit te harden. Na het uitharden verwijder ik de plaklaag met de Magic Prep. Uiteraard kan het ook met de cleanser, maar ik vind het zelf altijd fijn om dat met de prep te doen. Het scheelt weer een vloeistof op tafel en de prep die werkt daar ook hartstikke fijn voor. Bij het naveilen veil ik eerst nog weer opnieuw het model erin. Dus ik zorg ervoor dat hij aan de vrije rand mooi strak is. We bepalen nog een keer de lower arch. En dan gaan we hem bovenop mooi egaal veilen. Zorg ervoor dat bij de nagelriem de gel mooi dun afloopt. En na het naveilen is de nagel al klaar. Na het veilen verwijder ik de frilletjes. Dus ik zorg ervoor dat de nagel mooi schoon is. En uiteraard kun je deze dan aflakken zoals je zelf wil. Je kunt ervoor kiezen om nu een gel polish aan te brengen. Dan ga je hem niet bufferen. Want als je de ondergrond te glad maakt, dan hecht de kleur niet goed. Maar je kunt er ook voor kiezen om hem gewoon af te lakken met een topcoat. Dus als je hem aflakt met een topcoat, dan gebruik ik de buffer om de velkrassen weg te halen. Dan is hij zo meteen na het uitharden van de topcoat ook helemaal mooi klaar. Stel dat je ervoor kiest om een kleurtje erop aan te brengen, dus een gekleurde gel polish of een color gel. Dan kun je na het veilen met de 150 grit vel meteen de kleur aanbrengen en de topcoat. En dan is het ook voldoende. Dus je hoeft er geen basecoat onder te zetten. Met de Magic Prep verwijder ik nu ook weer de restjes stof. En de Next Top Gel die gebruik ik om de nagel af te lakken. En dan heb je een hele mooie naturel nagel die gewoon wekenlang mooi blijft. Bij deze gel kun je natuurlijk ook kiezen om een andere kleur te gebruiken. We hebben hem ook in doorzichtig pink als je dat wil. Of een clear voor inlay.
Je kunt er ook voor kiezen om soft white te gebruiken en de baby pink voor een babyboom of een gewone white voor de French. Dus je kunt met de builder gels van Urban Nails alle kanten op. Dit is toevallig de fiber, maar we hebben ook nog jelly gels. Die zijn nog weer steviger, dus je kunt je eigen keuze maken. Na het aanbrengen van de topcoat hard ik deze een minuut uit. Ik heb gekozen voor de Next Top. Die zorgt ervoor dat een lichte kleur mooi schoon blijft, dus die stoot het vel van buiten af. Na het uitharden van de topcoat is de nagel helemaal klaar. Ik hoop dat jullie het interessant vonden om naar te kijken. En wie weet, tot de volgende video. We'll be right back.